Wat heeft zich voor relatie met de jeugdcarnaval? Nou, in principe deed de vrouw van mij de dansgroepjes trainen en oefenen. Ikzelf in principe niks. Alleen omdat ze dan vorig jaar zijn ze komen vragen of ze de zoon een jurkje mochten lenen voor jeugdprinsje. Nou, dat was natuurlijk hartstikke fijn. We zien allemaal in de familie wel gaat begangen met de carnaval. En dat wordt eigenlijk de slagroom op de Tour de Mer, zo te zeggen, tot er dan jeugdprins mag worden. Heb zich dezelfde connecties met de carnavalsvereniging? Ja en nee. Verder heb ik helemaal niks met de jeugdcarnavalsvereniging. Alleen, ja, ik heb ze altijd wel een warm hart toegedragen. Kerst op de taart worden dan toch tot ze ons uiteindelijk toch al komen vragen om onze dochter jubileumprinses te laten weren. Dus dat is eigenlijk wel een beetje de relatie. Je hebt een idee gehad om de jeugdcarnaval een beetje looser bij te zetten. Hoe zijn er op dat idee gekomen? Ja, samen met de prins en de prinses worden we de zitting in Bemelen. Nou, de jeugdcarnaval in Bemelen. En dat is over een podium. En ja, daar hebben we eigenlijk een beetje van afgekeken. Dat hebben we ook het idee een beetje geklauwd. Ik heb me met Roger samen gepakt en zag van, hey, wat kennen we dan met? We hebben ze koppen bij elkaar gestoken, allebei handige harries. Dat die buren er ging komen, dat was geen probleem. Alleen ja, de financiële middelen, dat was wel echt het probleem. Dan hebben we vergeten lokale sponsors gezocht. En die omarmde ons idee eigenlijk. En zo is eigenlijk het idee gekomen om de jeugdcarnaval iets aan te gaan bieden waar ze nog jarenlang spas van kennen hebben. Ja. Wie is er op het idee gekomen met wat er eigenlijk op de bühne staat, wat er geschilderd is? Heb je dat bedacht? Heb je daar iemand voor gevraagd? Nou, in principe hebben we wel de opzet ervan gemaakt. Die hebben we met ons tweeën zoiets bedacht. Alleen het verhaal erop te schilderen, daar hebben we toch even een beetje moeite voor moeten doen. We hadden al eens stiekem gepolst of de goede mens ons wou ondersteunen hierin. Dat is zeer zwillend, hè. Zeswillend. De lokale huisschilderie. Ja. En de man was zo enthousiast. Tot veer dat wat we gaan doen. Dat droog was daar zo warm harden toe. En daar heeft gezegd van, nou luister jongens. Geer gaat dadelijk bij de sponsoren langs. Ik ga nog daar een klein schetsje van maken. Hij heeft toch netjes geschilderd. Hoe we met dus langs de deuren zijn gegaan. En we kunnen laten kijken. Wat we gingen maken. En de warmte was er dan van de middenstand en de horecakies hier in Schinnepgeul. Dat is ongelooflijk, dat houden we niet verwacht. Het idee komt bij iedereen zo leuk over. En de schilder daar overgestreken. En we hebben hem eigenlijk carte blanche gegeven van. Maak er merk het van. Het idee wat er hou gemaakt, dat heeft er dus ook uitgevoerd in het groot. Zoals je ziet, straks zo komt dat dan uit te zien in de rest van de jaren.